interview met Debbie van de Huiskamer, Interior Styling and Art. Debbie, hoe hebt u de sluiting van uw winkel, de Huiskamer, tijdens coronatijd ervaren? De sluiting van de winkel was inderdaad een heel raar gebeuren natuurlijk. Ik ben 2 jaar open en dan plots voor 2 maanden uw winkel opnieuw moeten sluiten. Dat was een heel rare ervaring. Maar natuurlijk, ja, corona is wel iets die wereldwijd leeft. Dus we moesten daar wel iets een beetje voorzichtig mee zijn. Dus ik snap wel ergens de maatregelen dat de winkel is moeten gesloten worden. Maar toch ben ik nu heel blij dat we opnieuw open mogen. Hebt u tijdens de sluiting een oplossing gevonden om uw producten aan de man te kunnen brengen? Ja, toch wel. Ik ben redelijk actief op sociale media, dus ik post heel veel op Facebook en Instagram. En zo vonden de mensen mij wel om vragen te durven stellen van kan ik dit of dat bij u aankopen. Ik heb ook in de ruime regio van Wakken en Wielsbeke aan huis geleverd en verzenden kon indien er een kleine kost werd betaald. Ook werd er een lokale webshop opgericht via lokaalshop.be. Dat is een initiatief vanuit Wielsbeke. En daar werd dan een gedeeltelijke kleine webshop opgericht. Hebt u zich kunnen voorbereiden op de heropening van uw winkel? Zeker wel. Op de media werd ook heel wat informatie gegeven van wat we nu uiteindelijk moesten doen om terug veilig te kunnen winkelen. Ik heb namelijk plexischermen geplaatst, handgel natuurlijk voor u en voor mij. Ik ga ook een mondmaskertje dragen en ik zou graag hebben dat de mensen die komen ook een mondmasker dragen. Maar ik sta echt voor iedereen klaar om iedereen te helpen, ook in deze nieuwe coronatijd. Vleugels wit en mijn wind mee. Een grove schot, mijn veet te veel. Ze zwaaien met de baan.